Dit zijn beelden van de arrestatie van DJ De Flexicon, vorig jaar juli op het Stadhuisplein in Eindhoven. De DJ hield er een blauw oog en schaafwond aan over. Het leidde tot veel verontwaardiging. De DJ nam een advocaat in de arm en het verhaal was dat de politie buitensporig veel geweld gebruikt had. Het Openbaar Ministerie onderzocht het en kwam tot een andere conclusie. Namelijk dat de DJ fout zat. Nou, hij wordt verdacht van twee feiten. En die feiten vinden wij ook dat we kunnen bewijzen. En dat is verzet bij aanhouding en belediging. Neem het op! Toch kreeg de DJ bijval van veel bekende Nederlanders. De ophef was des te groter omdat een ander filmpje met beelden van de arrestatie gewist zou zijn door de politie zelf. Toch gaat de DJ akkoord met een voorstel van justitie. Hij mag 2 jaar lang niet de fout ingaan. En hij moet 1500 euro betalen aan de Stichting tegen Zinloos Geweld. Nou, heeft de DJ hiermee ingestemd, is het dan toch een soort schuldbekentenis? Nou, wat eraan vooraf gaat, hè, aan zo'n besluit, is altijd een gesprek. Dan zeggen wij welke straf wij in gedachten hebben. En dan staat het de verdachte altijd vrij om dat te weigeren. En als hij weigert, dan wordt de zaak gedagvaard, dus voor een rechter gebracht. De DJ zelf wil niet reageren.